Vandaag ben ik op de kleinste 5-sterren camping van Nederland. Camping Het Veld in Hardenberg. Ben benieuwd? Deze kleinste 5-sterren camping ligt bij Rezen in de provincie Overijssel in het Vechtdal. Een gezellige, kleinschalige familiecamping. Wat ik echt gezien moet hebben, is het zandkastelen bouwen bij de vijver. Kijk, en dit is de hele camping. Je ziet het, niet zo heel groot, maar wel helemaal goedgekeurd. Dit meertje maakt de camping wel uniek, denk ik. Ook voor visliefhebbers. Maar kinderen raken daar natuurlijk nooit uitgespeeld. Iedereen die meedoet met het zandkastelenrace, kom deze kant op. En dan is het nu tijd om zandkastelen te bouwen. Zo, hebben jullie er een goed gevoel over, jongens? Ja. Ja? Helemaal vol, hè? En dan aanstampen. Oh, die is goed! Nou, nog één dan, hè? Ja, dit is niet zo makkelijk. Dit is echt pure kunst, zeg ik je. Dit zijn geen luchtkastelen. Dit is echte ernst. Dit zijn de vaste accommodaties. Als je geen eigen accommodatie hebt, dan kan je er ook zo in huren. Een luxe safari tent of een tenthouse. En er kunnen wel 7 personen in. Hallo familie. Hallo. Zo, hoe is jullie vakantie? Er wordt taart gegeten. Valt er wat te vieren? Ja, dat wij op bezoek zijn. Mag ik even binnenkijken? Ja, tuurlijk. Zelfs tv. Nou, prima badkamer. De massagedouche. Het is echt luxe kamperen. En daar is nog een kinderkamer. Kom je met je eigen kampeermiddel naar de camping, dan heb je altijd een ruime plek. Er mogen geen auto's op het veldje en er is altijd een speeltoestel in het midden. Dus de kinderen kunnen hier heel veilig spelen. Zo. Tafeltennissen. Ja, zullen we een potje doen? Ja. Naast de indoor speeltuin en het restaurant zit het zwembad. Je kan hier altijd zwemmen, zowel binnen als buiten. Het dak eraf! Raadsel. Het is een kruising tussen een caravan en een vouwwagen. Rara, wat is het? Mijn kipkampeerwagen. En dit is mijn mainname barbecue van KDEC, de City Chef 40. Nou heb ik hem in het babyblauw genomen, want dat staat leuk bij mijn tafelkleedje. Maar hij is er ook in het olijfgroen en in het zwart. Het is heel makkelijk. Hij komt in een draagtas, dus je kan hem overal mee naartoe nemen. Naar de boot, naar het park, naar de camping. En die plaat die erin zit, ik zal het even laten zien, die kan ook in de vaatwasser. Die is afneembaar. Dan kan je hem goed hier zo in het sanitair gebouw afwassen. En weer opbergen. Dit bevalt me wel hier in die mooie, bosrijke omgeving. Lekker van de natuur genieten. En wat eten. In de buurt van Camping Het Veld kan je ook heerlijk mountainbiken. En Herman die weet een prachtige route. Waar gaan we heen? We gaan het bos in. Het bos in. We hebben hier een prachtige route van 20 kilometer rondom onze camping liggen. Dus die is heel veelzijdig met leuke uitdagingen. Dus nee, dat is echt de moeite waard om te doen. Oké. Nou gaan we echt mountainbiken. Oké, best spannend. Nou, dit is wel heerlijk, hè? En die mooie natuur, het is hier prachtig. Ja, inderdaad. Lekker een actieve activiteit. Ja. Klopt. In de natuur, voor het hele gezin? Ja, dit ontdek je dus echt op de motorbike. Ja, en moet iedereen zijn fiets meenemen? Nee, die kun je gewoon via ons huren. Oh, dat is top. Hey, daar is nog die grote berg, hè? Yes, gaan we doen. Er zijn hier talloze fietsmogelijkheden door de bossen op gewone fietspaden en geasfalteerde paden. Yes. Oh, nou, volgende keer spring ik er overheen. Nou, dat wil ik zien. Hey, hoeveel kilometer van de 20 hebben we nu gedaan? 13. Oké, nog 7. Yes. Oh.